Bart-Jan's grootste passie is interieurstyling. En dat is te zien. Als je bij mij binnenkomt, dan zie je meteen dat ik het ben. Ik heb oud speelgoed uit de jaren 80 en ik heb vintage en ook wel een beetje weer modern. Ja, en eigenlijk om de 2 maanden dan gaat wel even de bezem erdoor. Dan wordt de restyling anders gedaan. Dus het huis is ook altijd in beweging. Het zit nooit stil bij jou. Nee, een lichte ADHD'er. Hey Bert-Jan. Hi. En de eerste. Je bent de eerste. Ja. Dat vraag je toch af. Bart-Jan, ik ben blij dat je er bent. Ja. Welkom in het First Dates restaurant. Ja, dank je. Ja, altijd vrolijk. Zelfs als ik de rotste dag van mijn leven heb, zie ik ergens nog een goud randje. Gaan we meteen? Ja, ik voel me echt zo'n Duracell batterijtje. Ga lekker zitten, Bert. Ja, dank je wel. Bart-Jan, heel veel plezier. Dank je. Hallo, hi. Welkom. Hoe is het met jou? Ja, goed. Mooi. Alsjeblieft. Nou, doe me eerst wel lekker een biertje, hoor. En dan liever een vaas of een fluit? Vaasje, ja. Qua innerlijk zoek ik iemand die wat rustiger is dan mij. Die ook tegen mij kan zeggen van... even 3 keer ademhalen, tel tot 10. Want ja, vooral als er nieuwe dingen zijn, dan kan ik echt gaan stuiteren. Wil je vaker een blind date gehad? Ja, ze heb ik mijn ex leren kennen, dus... Echt waar? Ja. En dan een soort uitgehuwelijk door vrienden, zeg maar? Of hoe was het een blind date... Ja, door vrienden. Wat lachen. Dus ja, het zou leuk zijn als het dan nou weer werkt. Ik heb altijd een hekel aan mannetje-vrouwtje effect, weet je wel. Bij mannen is het altijd van wie is het mannetje, wie is het vrouwtje. Daar heb ik echt een hekel aan. Dominant en onderdanig ook niet, want ik ben totaal niet onderdanig. En hoe lang nu single? 13 jaar. Ja. Het is wel een boosje, hè? Ja. Je hebt van die mensen die van relatie naar relatie gaan. Ja. Ja, maar je hebt een relatie naar relatie in 13 jaar. Ja, geen relatie. Ja, maar ja, de groei is niet langsgekomen. Wie weet wordt het wel Bram, die zo zijn eigen manier heeft om dates te fixen. Op de laatste dag in Bali van mijn vakantie, 5 jaar geleden, heb ik een oproep gedaan. Bram zoekt man. En die ging viral. Stond binnen een dag op glamour.nl en in de Linda. Bram zoekt een man heeft een aantal leuke dates opgeleverd, maar nog niet de liefde van mijn leven. Oh. Hoi. Hallo. Ik vind het heel erg belangrijk dat iemand gewoon lekker ruikt. Ja, dat vind ik, lichaamsgeur is echt gewoon heel erg belangrijk. En verzorgd. Wel fijn als iemand ook wat sportief is en gewoon een lekkere energie heeft. Hoi. Hi. Hoi. Veel plezier. Bram. Bart-Jan. Hoi Bart-Jan. Hi. Hallo. Zo. Alles goed? Ja, een beetje gespannen jij? Nee. Normaal niet. Ik zei het ook, ik ben echt net zo'n kabouter. Ja, leuk uiterlijk. Pret oogjes, mooi bos haar. Ja, ik werd er wel vrolijk van. Waar kom je vandaan? Vlaardingen. Vlaardingen, ah, uit Tilburg. Tilburg. Ja. Leuke spontane jongen zo, vriendelijk voorkomen. Ik had wel zin om aan die date te beginnen, ja. Heb jij 0.0? Ja. Gewoon een biertje. Ja, ja, zeker. Dank je wel. Met de auto? Nee, ik ben even twee maanden aan het resetten. Ja, oh, wat goed. Misschien heel suf, maar... Nee. Ik heb ook een keer een watervast gedaan. Ja, oké. Okay. Ik ben een eeuwige jojo'er. Ja, nou ja. Maar ik jojo geen 5 kilo. Ik jojo 20, 30 kilo. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Als jij zelf daar happy bij bent, dan is het goed, hè? Dank je wel. Mensen denken altijd, als je dik bent, dat je dan... Als je afvalt, dat je dan in één keer... Proost. Dat je, als je afvalt, als je slank bent, dat je dan gelukkig bent. En ik ben net zo gelukkig dik of dun. Alleen ik zit lekkerder in mijn vel als ik slanker ben, omdat ik gezond eet. Ja. Hé, maar broers of zussen? Ik heb een broer, die is 40 en een zus van 36. Ja. Jij? Ook oom? Nee, nog niet. Nee, ik heb 1 zus en een zwager. En dan beide ouders gelukkig nog. Oh, heel fijn. En 2 nichtjes, Sterre en Merel. Nou, oh, leuk. Ja. Ben je een troeteloom, of hoe zeg je dat? Een gankel? Een gay ankel? Nee, ja, noem je het zo? Nee, dat hoorde ik laatst. Ik leer nog wat. Gankel, ik vond het wel grappig. Gankel. Maar jij bent ook niet van de kinderen zo te begrijpen? Dus er niet van komen, nee. Had je ze gewild? Ik denk het niet, nee. Nee, ik ben altijd heel duidelijk van onze liefde heeft me niks van niks homo gemaakt. Voor mij geen kinderen. Oké, okay. Ja. Nee, ik ben zelf een groot kind. Nou, vroeger zei ik altijd, ik wil niet volwassen worden. En tegenwoordig zeg ik, ik wil mijn kind zijn niet verliezen. Als ik een glijbaan zie, moet ik er vanaf. Dat heb ik nog steeds. Als ik een glijbaan zie, moet ik er vanaf. Maar ik vind wel, ik ben echt een familiemens. Ik ben wel blij, om. Heel graag bij mijn ouders. Ook nooit moeilijk gedaan over je geaardheid? Nee. Nee, gelukkig. Ik heb wel veel innerlijke strijd gehad tot mijn 20e.
Omdat ik was vroeger best wel fors. Ik woog 100 kilo. En ik at eigenlijk al mijn frustratie weg. Ja, en ja, mijn ouders die zagen dat natuurlijk. Ik dacht, ja, hallo. Ja, lastig ging, is dat, hè, als ouder. Ik ging vroeger op jazzballet. Ja, weet je, nou, dat wil natuurlijk nog niks zeggen, maar... Ja, ja, mijn jootje en een beetje huppelen. Mijn en, moeder wist het vanaf mijn derde, vierde. Oh ja, ja. En wanneer ben je uit de kast gekomen? Ik was 17. Ik heb ook hele goede ouders. Ja, ja, mijn vader die stond altijd voor ons klaar. Mm-hmm. Ik heb wel gehad, ging ik naar een houseparty, naar Dance Valley. En dan kwam mijn vader uit Ede gewoon even heen en weer rijden om me op te halen, weet je wel. Wow, ja. En wil je laten trouwen? Nou ja, ik zou heel graag willen trouwen. Nou, dan kunnen we ook oude kans schudden. Wat een goede match, joh. Ja, ik heb heel mijn dag al gepland, ik moet alleen die vent nog hebben. Nou. Op de SS Rotterdam. Wat is dat voor een locatie? Dat is een cruiseschip, oud cruiseschip. Oh ja. Uit de jaren 50. Oh ja, ja. Ja, sorry, ja. Ja. En je hebt daar een ruimte, dat is een nachtclub, helemaal in die stijl. Ik zie het er helemaal voor me bij binnenkomst van vierkoppig jazzbeentje bij de binnenkomst. Iedereen moet helemaal wel in de jaren 50 kleding komen. Oh ja? Ja, vind ik wel mooi. Ook mensen die niet in stijl gekleed zijn, kom je gewoon niet binnen. Vind, maar daar dat moet ik het wel even over hebben, hoor. Oké, okay, mijn vrienden komen niet binnen, nee. Als het ervan komt, zou dat heel erg leuk zijn, ja. Maar het is niet zo dat ik per se wil trouwen. Maar zeg maar, dat ritueel, dat vind ik wel erg leuk en mooi. Hoe ziet jouw bruiloft er nog verder uit dan? Nou ja, ik vind een doorbitch dan wel leuk. Nou ja. Gewoon drag, die helemaal... Wie wordt de doorbitch? Heb jij iemand in je vriendengroep? Ik heb geen tracks in mijn vriendengroep. Ik ken wel iemand op mijn werk die ik zou kunnen vragen. En heel veel dingen echt wel ook wel hetzelfde. Dat zie je niet vaak. Voordat wij hier al over ons bruiloft zitten te praten. Ja, maar het matcht wel. Ja. Dat je denkt... Grappig hoor. Waar waren we gebleven? Ja, waar waren we gebleven? Oh, kijk. Het dessert, daar waren we gebleven. Kijk. Ja, daar waren jullie gebleven. Kijk of jij een goede keuze hebt gemaakt. Twee maanden chocolade moulet. Lekker. Ja, dankjewel. Dankjewel. Appetit. Waar is je laatste relatie lang geweest? 5 jaar. 5? Ja, ja. Samengewoond? Ja, ook 5 jaar. Oh, ja, dus ik moet vast maar gaan jaar. Inpakken. Nou, en jij? 3,5. 3,5. Ja. Ja, wel in de vakantie hebben we besloten dat we gingen samenwonen. Zondagavond gingen we naar een huis kijken, we liggen op bed. Ik zo, voor wie ben je gaan kijken? Voor jou of voor ons? Nou, dat voel je, hè? Je wilt zo graag iemand pleasen. En je eerste grote liefde doe je toch altijd iets meer voor of om dat vast te houden. Dus dat... Ik was niet meer die vrolijke, spontane, drukke jongen. Maar volgens mij ben jij ook een type waar je die echt verliefd moet zijn en niet iemand wel leuk vindt. Ik ga niet voor half werk. Nee, ik ook niet. Hey. Hallo. Daar is hij dan. Oeh. Alsjeblieft. Dankjewel. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Ik wil graag een keertje naar jou toe komen om een drankje te doen. En dan even kijken wat we elkaar nog verder te vertellen hebben. Ja, ja. Ik denk dat we nog wel wat te kletsen hebben. Ja, ik vond het erg gezellig. Ik ook. Ja. Ik had niet verwacht. Alles oké, okay, B&B? Ja. Nou. B&B? Dankjewel. B&B? We moeten dan ook een B&B beginnen. Het is wel een hele grote stap. Nou, we hebben het over het huwelijk gehad, dus... Oh, ik loop achter. Ik moet alleen nog bepalen welk pak we aan moeten met ons huwelijk, maar... Daar hebben we het nog wel over. So...